Met de BT Levio LWE-serie heeft Toyota Material Handling een reeks krachtige elektrische pallettrucks in huis. Sinds kort is daar de Levio LWI 160 bijgekomen. Deze truck is rondom de geïntegreerde lithium-ion accu gebouwd, waardoor hij compacter en zuiniger is. In deze test bekijken we de nieuwe BT Levio LWI 160 en vergelijken hem met de BT Levio LWE 160 in twee varianten. Eén met een conventionele loodzuurbatterij en eentje met een lithium-ion batterij. Duidelijk is dat de Levio LWI 160 compacter en slanker oogt dan beide LWE's. Je kunt bijna niet geloven dat de truck op papier even sterk presteert. Toyota Material Handling plaatst al jaren dezelfde en zeer beproefde diesel op haar trucks. De knoppen voor heffen en dalen zijn logisch georganiseerd en goed te bedienen met zowel de linker als rechterhand. Door de lagere bouw biedt de BT Levio LWI beter zicht op de vorkpunten. De lithium-ion batterij zorgt voor directe reacties en een iets vlottere acceleratie met last vergeleken met de LWE met loodzuurbatterij. Voor de rest zijn de rijprestaties van alle drie de trucks nagenoeg identiek. Bij de productiviteitsmeting scoren beide LWE-trucks gelijkwaardig en beter dan het marktgemiddelde. De LWI is iets minder productief. Dit komt door de ingestelde curve control die de snelheid in bochten automatisch verlaagt. Bij het energieverbruik meten we zowel verschillen tussen beide LWE-trucks als tussen de LWE en de LWI met lithium-ion batterij. De BT Levio LWE met loodzuuraccu verbruikt 18% meer energie dan zijn broer met lithium-ion batterij. De LWI is op zijn beurt weer 10% zuiniger dan de LWE met lithium-ion batterij. Deze score is het gevolg van het lagere gewicht van de truck en het feit dat alleen de vork geheven wordt. Uiteraard zijn er ook verschillen als het gaat om de inzetduur. De Levio LWI 160 in onze test heeft een 50 ampère batterij aan boord en komt daarmee tot een praktische inzetduur van 4,5 uur. De beide andere trucks scoren het dubbele met hun veel grotere batterijen. De inzetduur is geen probleem als je tussendoor, bijvoorbeeld tijdens pauzes, de truck oplaadt. Dat kan bij een gewoon 230 volt stopcontact en zo hou je de truck de hele dag actief. Conclusie. Met de toevoeging van de BT Levio LWI 160 brengt Toyota Material Handling een serieus en krachtig alternatief voor haar succesvolle LWE-serie. De truck is compacter, lichter, zuiniger en toch even krachtig inzetbaar als zijn veel forsere soortgenoten. Wie kiest voor de BT Levio LWI 160 in zijn meest compacte uitvoering, dus met 50 ampère-uur batterij, kiest ook voor een andere manier en gebruik van bijladen. Wie dat bewust doet, heeft er met deze nieuwkomer een krachtige, onderhoudsarme en altijd beschikbare alleskunner bij.